spreek vanmiddag met Joost Vogtländer. Joost Vogtländer is associate van Sustainable Endeavor en docent aan de TU Delft faculteit Industrieel Ontwerpen. Joost heeft al zijn werkzame leven in het bedrijfsleven gewerkt, maar heeft zich de laatste 15 jaar gefocust op het doen van onderzoek naar duurzame ontwerpen. Hij heeft daarover een boek geschreven en dat gaat over het creëren van duurzame waarden, specifiek gericht op ontwerpers, ingenieurs, maar zeker ook ondernemers. Joost, hoe bepaal je eigenlijk wanneer een bedrijf duurzaam is of niet? Nou, dat kun je meten. Je kijkt gewoon naar de milieuvervuiling van de producten of de diensten die een bedrijf heeft. En zo kun je in absolute zin vergelijken, kijken of een bedrijf duurzaam is, maar je kan het ook vergelijken met hun concurrenten. De hele gezondheidssector bijvoorbeeld is een voorbeeld van relatief duurzaam in absolute zin. Maar het is natuurlijk veel spannender om te kijken of Puma nu werkelijk het milieu minder belast dan Nike of Adidas. Hoe bepaal je nou die milieudruk, die belasting van het milieu, hoe bepaal je dat dan? Nou, je hebt daar drie manieren voor. De eerste manier is dat je kijkt wat de schade is. Daar hebben we schadepunten voor. Op zichzelf is dat heel interessant en heel uitdagend, maar het probleem is dat de berekening eigenlijk veel te complex is, te onnauwkeurig. Een tweede idee is dat je alleen maar kijkt naar de emissies van broeikasgassen. We noemen dat carbon footprint. En daar is het zo dat je het voordeel hebt dat het niet complex is, maar je hebt het nadeel dat toxische stoffen helemaal niet meegerekend worden en je rekent ook niet met de uitputting van grondstoffen. Dus dat zijn twee belangrijke zaken. Het is toch wel jammer dat je dat niet meeneemt. Het derde idee is nu dat je kijkt naar de kosten die je moet maken om de schade te voorkomen. Dat is dus een hele andere denkrichting. Dat heet preventiekosten en op de TU gebruiken we die preventiekosten en we noemen dat ecokosten. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat zijn dat nou? Nou ja, de basisgedachte achter ecokosten is dat de burger het niet acceptabel vindt dat de industrie gratis en voor niets het milieu vervuilt. Op den duur zal dus de overheid, een beetje een verlengde van de burger, met steeds strengere regels komen en steeds hogere belasting gaan heffen op vervuiling. Dat is een trend van de afgelopen twee decennia en dat zal zich ongetwijfeld voortzetten. En nu komt het. Hoe hoger de belasting wordt, of de verhandelbare emissie, hoe meer preventiemaatregelen de industrie zal nemen om die belasting niet te hoeven betalen. En dat proces dat gaat gewoon door tot het vervuilingsprobleem opgelost is. En het niveau van de uiteindelijke preventiekosten, dat heet ecokosten. En een voorbeeld is de ecokosten van CO2. Dat zijn de kosten van het vervangen van kolencentrales door windmolens op zee. Ecokosten noemen we ook wel verborgen verplichtingen. Of risico's van het in de toekomst niet voldoen aan wet en regelgeving. Een toekomstig bedrijfsrisico is dat dus. En van ieder product kun je uitrekenen hoeveel de ecokosten zijn. En daar heb je op het internet heb je de handige tabellen voor. En het interessante is nu voor een onderneming dat je door innovatie kunt zorgen dat jouw product aanzienlijk minder ecokosten heeft dan het product van je concurrent. En dat levert je in de toekomst concurrentievoordeel op. Het is duidelijk dat je op wat langere termijn concurrentievoordeel kan halen. Maar is het ook mogelijk om op kortere termijn concurrentievoordeel te halen met producten en diensten die een lagere ecokosten hebben? Ja, dat kan zeker. Maar dan moet je de marketing wel heel slim aanpakken. We weten inmiddels uit onderzoek dat zo'n 96% tot 98% van de mensen die in de winkel staan, ja, niet bereid zijn om meer te betalen voor een product met een groen label. Het is zelfs nog erger. Uit metingen bij grote groepen studenten hebben we gevonden dat bijna de helft van die studenten een negatieve bijsmaak heeft bij groene labels. Men gelooft of de fabrikant niet met zijn label, of het is zo dat als het dan product dezelfde prijs kost, ja, dan het moet uit de lengte of de breedte, dan zal de kwaliteit wel minder zijn als het duurzaam is. Dus dat is toch wel een probleem. En in Delft analyseren we momenteel een hele grote database van Philips. Daar zijn allerlei metingen in en daaruit blijkt exact hetzelfde.
Maar aan de andere kant is het zo dat het ook bekend is dat bijna 80% van de Nederlanders het terugdringen van vervuiling heel erg belangrijk vinden. Ja, dat lijkt dus een beetje tegenstrijdig. Hè? Ja. Dus enerzijds vinden we het heel belangrijk en anderzijds kiezen we dus anders kennelijk. Hoe ga je daar nou als zakenman mee om? Ja. Je moet de eigenschappen van een brand, en daarmee bedoel ik een merknaam of een productlijn, moet je scheiden van de producten die je in die brand verkoopt. Het creëren van een groene merknaam heeft aanwijsbaar hele positieve effecten op de verkoop en de winstgevendheid van jouw producten. Maar als je een product binnen die groene brandname begint te verkopen, dan moet je niet meer roepen dat het duurzaam is of een label aanplakken dat het duurzaam is. Dan moet je roepen, dit product heeft een enorme goede kwaliteit. Want op die manier ga je de negatieve connotatie van groen ga je op het koopmoment tegen. En dat is belangrijk, want mensen kopen in de winkels inmiddels immers graag iets van hogere kwaliteit. Eenmaal thuis vinden ze het een prettig gevoel dat het bedrijf ook wat aan milieu doet. Dat kennen we allemaal. En vanwege dat prettige gevoel komen we de volgende keer weer terug als klant. En zo werkt dat. Dit gaat dus heel goed over als het consumentenproducten zijn, hè, zoals je al zegt. En we zijn natuurlijk zelf samen ook consument, dus daar hebben we wel een beeld bij. Maar als het nou over business to business gaat, hoe werkt dat dan? Nou, de toeleverancier die heeft voornamelijk te maken met de macht van de inkoper. Bedrijven als Unilever en Nike die zijn al begonnen met het verduurzamen van hun supply chain. Ik was vorig jaar reviewer van het materiaalselectiesysteem bij Nike en bij hen gaat het strategisch vooral om de imagoschade, wanneer een toeleverancier plotseling aan de schandpaal komt. Nike en Unilever willen beide duurzamer worden dan hun concurrenten en dat kan alleen maar door stap voor stap de supply chain te verbeteren in termen van lagere ecokosten. Ja, je zegt dus stap voor stap. Hè? Dat betekent dat het toch ook een lang gaat duren. Iets voor de lange termijn ook zelfs. Dat klopt. Duurzaamheid bereik je niet van de ene op de andere dag. Het is een kwestie van een lange termijn visie, ten eerste. Het stap voor stap opbouwen van een goede productlijn. En dan een consistent beleid met betrekking tot je innovatie, marketing en inkoop. Lagere inkoopkosten geef je op lange termijn het concurrentievoordeel. En je kunt er op korte termijn, als je slim je marketing aanpakt, kun je absoluut meer winst maken. Dank voor jou.